eerst naar jou, Lisette. Want inderdaad, vanavond om 8 uur zijn we 2 minuten stil. Ja, en tijdens de nationale herdenking op de Dam is er een bijzondere rol weggelegd voor André van Duin. Normaal gesproken zorgt hij er natuurlijk voor dat zoveel mogelijk mensen om hem lachen. Maar vanavond vraagt hij Nederland om stilte tijdens zijn toespraak over de vrijheid. Ik ben er wel tevreden over. Ja, ik vind het wel een mooie toespraak. Kijk, het zijn natuurlijk maar 5, 6 minuten. Je kan niet de hele oorlog gaan behandelen. Dus je kan niet alles bespreekbaar maken. Ik kom uit Rotterdam, dus je praat over Rotterdam. Hoe het daar geweest is, voor zover ik dat weet. Want ik ben natuurlijk van na de oorlog. Dus ik moet het ook hebben van de overlevering. We hebben nu al, zolang ik leef, is er hier geen oorlog geweest in dit land. En dat is al heel bijzonder. Zo'n lange periode is geloof ik nog nooit geen oorlog geweest. Als je s'avonds naar het journaal kijkt en je ziet hoeveel ellende er is in de wereld en wat er allemaal gebeurt om je heen, mag je toch wel heel erg blij zijn dat je hier in Nederland woont. Het is denk ik wel een dag waar iedereen toch wel een speciaal gevoel bij heeft. En dan, als je dan zo in het middelpunt komt te staan dat je die toespraak op de Dam mag gaan doen, daar ben ik toch wel een beetje nerveus voor. Goeie keuze, André van Duin. Ik ben benieuwd. Ik denk het wel. Maar ik ken André van Duin als een comediant. Hè? Yeah. Iemand die mij aan het lachen maakt. Dus ik ben benieuwd wat hij vanavond gaat vertellen. Ja, waar moet een goede toespraak nou aan voldoen, wat u betreft? Ik denk dat de kernboodschap moet zijn de waardering voor de mensen die hun leven hebben gegeven. En dat het niet vanzelfsprekend is dat we vandaag de dag nog in vrede leven. En ook het besef dat wat er toen gebeurd is, dat gewoon weer kan gebeuren. Ja, het is natuurlijk altijd dat moment om 8 uur. Iedereen zit dan met zichzelf en zijn eigen gedachten. Waar denkt u dan aan? Ik denk aan in ieder geval de herdenking waar wij dat doen in Wilnis, denk ik aan de 3 Canadezen die daar begraven liggen. Dat zijn jongens die inmiddels van mijn leeftijd zijn, dus dan komt dat heel dichtbij. Maar ook aan mijn collega's die op dit moment nog uitgezonden worden. En ook mensen die voor onze vrede en veiligheid vrij recent nog gestorven zijn. Dat behoeft natuurlijk even wat uitleg, want mensen denken dan Kamerlid, collega's, maar u bent ook reservist bij Defensie. Dus daar denkt u aan, hoe zit dat bij u? Ja, ik denk hetzelfde. En met name het feit dat vrijheid een prijs kent. En dat heel veel mensen die prijs ook betaald hebben in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna. En dat dat echt iets is waar we stil bij mogen blijven staan. Ja.